Wat kan een winkelstraat doen om toekomstbestendig te blijven? Om retailers te helpen is een testlab bedacht in de Amsterdamse Beethovenstraat, dat gedurende een jaar lang verschillende innovaties testen. Hoe wordt teruggekeken op een jaar innoveren en wat zijn de tips en tricks voor de toekomst? Afgelopen jaar hebben we hier in het Shopping Street Innovation Lab in de Beethovenstraat allerlei retail innovaties getest. Dat wil zeggen dat de ondernemers hier in de straat de mogelijkheid hebben gekregen om een innovatie te gebruiken en te testen in hun winkel. Nou, op eerste opzicht gewoon hartstikke positief. Dus die kwamen binnen en die waren helemaal van, wat is dit? Leuk! En die gingen dan ervoor staan, allerlei dingetjes proberen. Nieuwe technieken werken. Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Dit is wat dat betreft nog een ouderwetse groentewinkel. De klant wordt persoonlijk door mij geholpen. En ik heb liever niet dat een klant eerst gaat kijken naar een beeldscherm. Als het apparaat wel sneller was en je echt zeg maar, een soort modeshow van jezelf kon afdraaien en doorsturen. Ja, dat zijn allemaal leuke ervaarmomenten en dat bevordert wel de verkoop. En daar heb ik dus geen technieken voor nodig. Dat moet. De toekomst verandert natuurlijk heel snel. De jongeren die gaan allemaal online. En hoe kan je ervoor zorgen dat in de toekomst je winkel er nog steeds is? Vernieuwend is altijd heel belangrijk voor je branche, maar in elke branche. Wat in elk geval belangrijk is als ondernemer, is om gewoon dingen uit te proberen. Of het nou nieuwe technologie is of iets anders. Als je het uitprobeert, weet je of het werkt. En dat hoeft helemaal niet veel te kosten. VR bijvoorbeeld, kan in een paar tientjes kun je dat uittesten. Nou, je innovatie moet in ieder geval slim, betrouwbaar en simpel zijn. Want jij als ondernemer, maar ook je personeel en je klanten, moet je snel begrijpen hoe het werkt. Je wilt meedoen en dan moet je als ondernemer ook wel daar extra tijd insteken of extra personeel. Dus het vraagt wel een beetje aandacht. Daarnaast moet de technologie betrouwbaar zijn, dus al enigszins zich bewezen hebben. Want je wil wel dat die innovatie werkt wanneer jij en hoe jij dat wil. De technologie is natuurlijk een leuk snufje of een leuk middel om in je winkel te zetten, in je etalage. Kan ook heel erg helpen, maar de content is natuurlijk het belangrijkste. Wat wil je met je technologie gaan laten zien? Welk verhaal ga je vertellen? Zie je misschien niet gelijk kansen voor jou als individu, dan zou het zomaar kunnen dat jij met je collectief, met je ondernemersvereniging, met de straat, hele mooie innovatieve projecten kunt opzetten. Wat je ziet is dat het steeds sneller gaat. En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste les voor een ondernemer is. Dat als je denkt of iets wel of niet gaat gebeuren, één ding is zeker, het gebeurt veel sneller dan wat je denkt. Ja, gewoon klantvriendelijk. Dat is wel heel belangrijk. Om het echt te doen. Als ik kijk naar ontwikkelingen die op korte termijn op ons afkomen, dan zit dat toch vooral in het makkelijker kunnen betalen. Dus dat contactloos betalen kunnen we natuurlijk al. Dat je eigenlijk geen kassa's meer hebt naar de toekomst toe. Ik denk dat dat heel snel nu gaat. Maar waar ik nog veel belangrijke ontwikkelingen vind, is dat je bijvoorbeeld het gebruik van voice en image search. Dus dat je met je stem zaken kunt besturen. Dat je met je telefoon dingen kunt scannen. Je camera gewoon kunt gebruiken waardoor je dingen kunt vinden. En ik denk dat dat eigenlijk de snelste verandering gaat zijn.